Goedemiddag, we zijn inmiddels in Queenstown. Onze plannen zijn een beetje gewijzigd. We willen namelijk vandaag eerst gaan skiën, maar dat is ons niet helemaal gelukt. Grotendeels omdat het weer niet helemaal mee had. Het best wel regenachtig vandaag en ze voorspellen dat het morgen beter weer wordt. Dus we gaan toch maar even een dagje wachten. Morgen kunnen we dan ook een twilight ski pas doen. Dat betekent dat we van 12:30 tot 9:00 mogen skiën. Dus we mogen ook die afgelopen zon die ondergaat van het skiën. Dus het lijkt ons eigenlijk best wel vet. We hebben net onze skispullen aangepast en ons uitgezocht. Dus ik ga skiën en ik ga snowboarden. En we mogen ook een pak halen en dan kunnen we eindelijk lekker gaan skiën. Dat betekent ook dat we eigenlijk nu in Queenstown nog een beetje tijd over hebben eigenlijk. We gaan eigenlijk even een perkburger proberen en even kijken wat we verder nog hier kunnen doen. We hebben nog geen staanplek voor vanavond, dus ook nog even zoeken. Maar in ieder geval tot nu toe, het lijkt echt best wel een leuk stadje, echt lekker knus en lekker gezellig. Dus we gaan zien wat we hier gaan zien. Dat is logisch. We zijn nu bij Perkburger, we hebben het gebouwtje besteld. Ja. En het gaat hier ziek hard. Die mensen zijn heel hard aan het werk om burger te maken. Ik ben nu heel erg benieuwd wat we zo gaan kijken. Nou, daar zijn we dan. De Burgburger. Het ruikt fucking lekker. Nou, maar alleen nog een grote collectie te vinden. Wat is je eerste reactie van het eten? Dat is goed. Dat is goed. Dit is de beroemde Burgburger. Enrico gaat zo de eerste hap daarvan nemen. Wat een presentatie. Dit is de Burgburger Deluxe. Hij ziet er echt super lekker uit. Hij ruikt ook echt goddelijk. Verkrijgbaar vanaf 14,95. Dit is smakelijk. Lekker. Mooi zo. Ja? Ja. Ja, dat is echt wel lekker. Hallo allemaal. Hallo. We staan klaar om het skigebied te betreden. Oh yeah. En ja, het is nu even wachten tot de bus die hier net wegrijdt helaas, naar de skipiste zelf. Maar spulletjes zijn klaar, kleren zijn aan en gaan. Oh yeah. We hebben er zin in. We hebben, het is echt super hoog, we hebben echt fantastisch uitzicht. En we zijn ontzettend blij dat we de dag gewacht hebben, want het is echt perfect weer vandaag. Met zonnetje erbij. Ja, het is echt super joh, het is gewoon warm hier. Gewoon hier beetje zweten. Ja, het is echt gek joh. Ja, echt. Dus dit lijkt erop. De volgende keer dat ik en Lisa in een skigebied zijn, dan zou ik het kunnen proberen om skiles te nemen. Zou kunnen. Je bent een eikel. Oké, de volgende keer als we in een skigebied zijn en we gaan de piste op, belangrijk detail, dan zou ik wel skilessen overwegen. Skilessen met lessen. De volgende keer als we in een skigebied zijn en we gaan de piste op, dan gaan we samen op skiles. Deal. Nou blij? Ja. Echt niet dat ooit nog een keer.
de zand van. Dit is eigenlijk een handrail. Daar ook nog. Een reling. Waar je aan vast kunt houden. Maar die reling zit dus gewoon door een meter sneeuw dat die ligt. Bij je voeten. Zes. Ongelooflijke. Dik pak sneeuw. Ik heb nog nooit zoveel hoge sneeuw gezien. Het is echt super saai. Stiekem is dit ook buiten. Ik hoor net het gebied. Dus hier is hier ook geen patrol of iets. Ik kan niet zo dit op zo'n story. Lijkt me leuk. Ik ben zo moe. Dat na een dag skiën. Die doet nog zoiets. Het is nog wel een uitzicht. Gaat er wel in. Op naar de apres-ski. Hoezee!